Vandaag gaan we verder met groeien in geloof. En we gaan eerst heel eventjes samen wat geestelijke vrijheid uitspreken. Weet je, het was een uitdagende week. En vanmorgen was het ook uitdagend. Ik had mijn PowerPoint niet of verkeerd verstuurd. Dus we hebben geen PowerPoint-presentatie. Nou, dan schiet ik in de stress, want ik heb altijd heel veel tekstmateriaal en dat wil ik heel graag goed over de bühne krijgen. Maar ik heb mijn stress achter me gelaten tijdens de dienst. Maar ik merk ook, Jannie keek achterom en ze zei, er wordt veel gezeten. Er is een wat minder grote betrokkenheid dan normaal. Nou, ligt daar geen oordeel in. Het is gewoon een constatering dat soms is het geestelijk klimaat zo dat je makkelijk geestelijk gezien gaat staan. En soms blijf je makkelijk geestelijk gezien wat zitten. Ik zou je willen vragen om even samen te gaan staan. En dan ook niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Want ik geloof dat we opgeroepen worden om geestelijk te staan. Te staan voor Jezus, te staan voor onze identiteit in Christus, te staan voor ons zoon en dochterschap in God, te staan voor de overtuiging dat Jezus Christus de Heer is van alle emoties, van alle gedachten, van alle omstandigheden, Jezus Heer. En laten we dat samen hardop uitspreken. Jezus, u bent Heer. Jezus, u bent Heer. Heer in dit huis. Heer van mijn gedachten. Heer van mijn gevoelens. Heer van mijn heden. En Heer van mijn toekomst. U bent Heer van Ravel-Amersfoort. En geen macht van de hel kan daar iets aan veranderen. Amen. Amen. Laten we gaan zitten. Alleen fysiek, hè? Geestelijk blijven we staan. Alrighty. Vandaag dus het vervolg van groeien in een leven vol geloof. We zijn de afgelopen keer, 2 weken geleden, zijn we gestart met het uitgangspunt dat God vreugde beleeft aan jou en mijn geloof. Geloof je dat God vreugde beleeft aan geloof? Nou, de Bijbel zegt het in ieder geval wel. De Bijbel zegt, zonder geloof dat binnenin ons leeft, zou het onmogelijk zijn om God te behagen. Want we komen tot God in geloof, wetend dat Hij echt is. En dat het geloof van hen die hem vol passie zoeken, dat hij dat beloont. We hebben vastgesteld dat geloof niet alleen maar een verstandelijk akkoord verklaren is met Bijbelse waarheden. Geloven, volgens de definitie die Jezus eraan geeft, is jezelf naar binnen geloven in het hart van God. Jezus zegt letterlijk, wie bij mij naar binnen gelooft, heeft eeuwig leven. Niet wie gelooft, zo is het vertaald, maar er staat een richtinggevend woord dat letterlijk betekent wie bij mij naar binnen gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is wat ik voortdurend wil doen. Ik wil naar binnen geloven in de hartkamers van God. Ik wil niet blijven zitten waar ik zit. Hallo Heili. Hoi, wat fijn dat je er bent, lieverd. Ach, wat heerlijk. Ja, Heili is een van mijn lievelingetjes, want ze is een van de oudste mensen hier in Ravel-Amersfoort. En als ze dan heel even niet geweest is, dan valt ze onmiddellijk op. Ja. Ik was ergens, maar waar? Ja, naar binnen geloven. Ik geloof dat we binnen mogen geloven in de hartkamers van God. En daar valt zoveel te ontdekken. Ik weet niet hoe het met jou is, maar elke keer als je binnengaat in de tegenwoordigheid van Jezus, als je binnengaat in de hartkamers van God, dan gebeurt er wat de Bijbel belooft, namelijk dat de Heilige Geest je bij de hand neemt en je een rondleiding geeft in de waarheid. En die rondleiding is dus niet in waarheid als abstract begrip, maar is in de hartkamers van God, want daar is waarheid, daar leeft waarheid en daar ontmoet je waarheid. Geloven is dus, hebben we de vorige keer gezien, 3 principes waren dat. Eerst geloven wanneer ik het niet kan zien. Het tweede is, geloof is gehoorzamen wanneer ik het niet begrijp. En het derde was, geloof is geven wanneer ik het niet heb. En een van de prachtige dingen die we de afgelopen tijd hebben gezien, en dat gaat natuurlijk niet alleen maar over geld,
Maar we hebben het gezien, wel in de financiën. We hebben de afgelopen tijd, door de uitdaging die we hadden met het dak, hadden we een extra grote gebedslast voor een doorbraak op financieel terrein. En wat jullie hebben gedaan is onvoorstelbaar. En by the way, jij sprak over een bedrag wat waarschijnlijk is van afgelopen week. Sindsdien is er nog heel wat bijgekomen. Weet ik, zeker. En ik geloof dat God een wonder gaat doen boven bidden en boven denken. Weet je, alles wat jij kunt bidden, dat kun je zelf bedenken. En alles wat jij kunt bedenken, dat kun je bidden. Maar God zegt, ik ga er bovenuit. Ik top dat met alles wat in mij is. Ik geef meer dan je kunt bedenken en ik geef meer dan je kunt bidden. Ik geef door jullie heen aan de wereld alles wat nodig is om die wereld te vervullen met het hart van God. Ik ben er heel blij mee. Nou, merk heel eventjes op dat alle principes die ik vandaag ook met jullie deel, dat het werkwoorden zijn. En nou is het probleem van werkwoorden dat je denkt dat je dus moet werken. Maar werkwoorden die we met elkaar behandelen vandaag zijn onmogelijk uit te werken. We hebben opnieuw 3 werkwoorden die jij niet kunt uitwerken, waren het niet dat God daarvoor de kracht, de gelegenheid, de geest en de motivatie geeft. Er zijn 2 redenen waarom het onmogelijke mogelijk wordt door ons heen. En werken is dus niet een zaak van nog beter je best doen. Werken in Gods Koninkrijk is nog meer fantastisch in beweging mogen komen door de dragende kracht van de Heilige Geest en door de genade van Jezus Christus. Jezus heeft aan het kruis al onze onmogelijkheden omgekeerd tot mogelijkheden. Geloof je dat? Weet je, Paulus, wie weet of Paulus een makkelijk leven had of een uitdagend leven? Ik zeg je, hij had een super uitdagend leven. Soms doen wij net alsof, wanneer je christen bent, alsof alles vanaf dat moment van een leien dakje gaat, maar dat is helemaal niet waar. God zegt, ik laat niet alles van een leien dakje gaan. Ik geef je precies zoveel kracht als nodig is om ervoor te zorgen dat de overwinning van de hemel doorbreekt op aarde. Geloof je dat? Nou, Paulus die zegt in Filippenzen 4 vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat zegt hij op het moment dat hij eventjes aangeeft van het was dus even niet zo heel erg makkelijk. Het was uitdagend. En ik geloof dat als het uitdagend is, en neem van mij aan, ik weet wat het is om in uitdagende omstandigheden te leven. En als het uitdagend is, dan zegt de Bijbel alle dingen. Hoeveel dingen? Alle dingen. Geen dingen uitgezonderd? Alle dingen. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. En het tweede is, we hebben de Heilige Geest ontvangen die in ons binnenste het willen en het werken werkt. Ik heb al heel vaak gezegd hier in ons midden dat ik regelmatig het gebed bid, Heer, help mij willen wat u wil. Ik wil willen wat u wil, want soms wil ik niet willen wat u wil. Maar ik wil wel willen wat u wil. En dus, als ik wil willen wat God wil, dan doe ik dat niet door kracht of geweld. Want ik heb zat kracht. En ik heb soms ook geweld in mijn hart als dingen niet gaan zoals ik zou willen. Maar dan wil ik willen wat God wil. En dan bid ik uit Zacharia 4 vers 6 die tekst, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En het is de Heilige Geest die alle dingen die ik wil, willen vanuit de sturende, dragende, krachtige werking van de Heilige Geest die dat mogelijk maakt. Dus we zagen de vorige keer geloof is eerst geloven wanneer ik niet kan zien.
Geloof is gehoorzamen wanneer ik het niet begrijp en geloof is geven wanneer ik het niet heb. Dan gaan we nu naar het vierde punt van deze serie en dat is geloof is doorzetten ook als ik er niet naar voel. Nou, dat hebben jullie natuurlijk nooit. Maar de werkelijkheid is dat dit punt gaat lijnrecht in tegen de cultuur waarin we wonen, waarin we leven, waarin we zijn. We zijn allemaal postmoderne mensen van deze tijd en deze postmoderne omstandigheden waarin we verkeren, daar is alles gebaseerd op gevoel. Dus als het goed voelt, dan is het goed en als het niet goed voelt, nou, dan laat het dan maar. En de werkelijkheid is dat soms voelen dingen goed, maar is het niet goed voor je? Neem van mij aan dat ik soms worstel met het feit dat ik denk, het zou heel goed voelen om nu de koektrommel leeg te eten. Maar dat doe ik niet meer. Dat deed ik vroeger wel. Maar nu niet meer. Ik heb gesprekken gehad met mensen die zeiden van, het voelt zo goed. Ik heb een nieuw blond dingetje aan de haak geslagen. En het voelt zo goed om een vrouw te verlaten en met dat blonde dingetje een nieuw leven op te bouwen. En dan zeg ik, voelt het echt goed? Heb je ervoor gebeden? Heb je het aan de Heer voorgelegd? Nee joh, het voelt zo goed. De werkelijkheid is deze. Dat hoe goed dingen ook voelen, het kan je brengen op de rand van de afgrond naar de hel. En soms is het precies tegenovergesteld. Dan roept God je om dingen te doen. En dan voelt het helemaal niet goed, want het doet zeer. Het doet pijn om offers te brengen. Ik kan me voorstellen dat Hanneke toen zij naar een van de meest, zeg maar, desolate plaatsen op aarde geroepen werd, om daar het goede werk te doen van de Heer Jezus Christus. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even goed heeft gevoeld. Ik heb gelezen wat ze allemaal heeft meegemaakt. En neem van mij aan, dat heeft niet altijd goed gevoeld. Zuid-Afrika is ook aanwezig. Welkom. Wat is dat leuk als je hier staat. Je zou het moeten proberen. Ga ik in de zaal zitten en dan gaan jullie allemaal op het podium staan. Oh ja, dat helpt ook niet echt. Maar het is zo leuk om mensen van wie je houdt en die je alweer heel even niet gezien hebt, om die weer te zien. Nou, soms heb je helemaal geen zin om Bijbel te lezen. Klopt dat? Jemig, de pemig. Ik ben de enige. Soms heb je geen zin om Bijbel te lezen. En als je daar dan aan toegeeft, dan zal de duivel altijd wel omstandigheden geven waarom je geen zin hebt om je Bijbel te lezen. Amen? Soms heb ik... Oké, dit is een schok. Ik ben voorganger van Raaf Lamersfoort. Soms heb ik geen zin om te bidden. Maar als ik daaraan zou toegeven, dan zou de Bijbel altijd omstandigheden op mijn pad brengen waardoor ik geen zin heb om te bidden. En soms heb ik geen zin om te vergeven of lief te hebben, terwijl ik pijn heb in mijn hart over relaties die stekelig zijn. En dan zal de duivel, als ik daaraan zou toegeven, altijd wel omstandigheden geven die stekeliger en stekeliger worden. En dus is het belangrijk dat ik mijn Bijbel lees, ongeacht hoe dat voelt. Dat ik bid, ongeacht hoe dat voelt. En dat ik vergeef en relaties helemaal tot bloeien laat komen, hoe mijn persoonlijke beleving of gevoel daarin ook is. Amen? Soms voel ik er niet voor om een extra offer te brengen. Gewoon, dan denk ik, ik ben leeggegeven. En dan heb ik het niet alleen maar over financiën, dan heb ik het over alles. Dan ben ik leeggegeven. En dan zegt God, hoe zat het ook alweer, jongen, met die extra mijl? Weer die extra mijl gaan. Gewoon om je liefde voor mij. En dan ga ik die extra mijl. Waarom? Omdat mijn liefde nooit, maar dan ook nooit, het volume zal krijgen
in vergelijking met de liefde van Christus die hij heeft gegeven toen hij er niet naar voelde. Hij bad in de tuin van Gethsemane, hij bad daar van, o Heer, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En ondanks het feit dat hij het verlangen had dat die beker aan hem voorbij zou gaan, is hij toch die volgende mijl gegaan voor jou en voor mij. En heeft hij in zijn liefde zijn leven gegeven. Heeft het volledige offer gebracht, ook al voelde het niet prettig. Amen. Soms denk ik wel eens, als ik weer in een zieligheidsfeestje zit, en dat zitten jullie godzijdank nooit, maar als ik weer in mijn zieligheidsfeestje zit en ik denk, ik heb hier geen zin in, Heer, dan zie ik Christus voor me in de hof van Gethsemane, die er ook even geen zin in had. En dan denk ik, zijn offer was zoveel groter dan dat kleine offertje waar ik tegenop zie. En dan zeg ik, Heer, ik wil in uw hartshouding, in uw geestesgesteldheid doen wat u deed. Want ik wil lijken op u. Weet je, als wij zeggen wij willen gelijkvormig zijn aan Jezus Christus, dan denken we heel vaak aan wonderen doen, mensen uit de dood opwekken. Maar de werkelijkheid is dat zijn als Jezus betekent ook door tranen heen doen wat God op je hart legt. Gewoon omdat het goed is. Gewoon omdat het de roeping en de bestemming van God is. Gewoon omdat dit is wat christendom inhoudt. Namelijk niet leven voor jezelf, maar voor God en voor de mensen die hij lief heeft. Nou, als we dat gehad hebben, dan kunnen we alles aan. Er staat in die eregalerij van de geloofshelden uit Hebreeën 11... Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten. Hij was niet bang voor de woede van de koning. Het was alsof hij de onzichtbare God zag. En daarom zette hij door. Zijn blik hield hij gericht op de toekomstige beloning. Hij zag God voor zich en hij zag het loon voor zich. Dat was ook wat Jezus voor zich zag toen hij doorzette aan het kruis. Dat is letterlijk wat de Bijbel zegt. De sleutel is niet, kijk naar je omstandigheden. Je omstandigheden kunnen intimiderend en groot zijn, maar kijk niet naar je omstandigheden, kijk naar God. Weet je, mijn probleem is als ik in de auto zit, Jannie weet dat. Als we in de auto zitten en ik kijk naar iets anders dan de weg waarop ik rijd, dan gaat mijn auto altijd vreemd genoeg naar de kant waar ik naartoe kijk. Hebben jullie dat ook? Vroeger, toen ik autorijles had in Utrecht, ik ben een Utrechter van geboorte, en in Utrecht had ik dus autorijles. Wie heeft er op dit moment autorijles? Oeh, dat zijn er nogal wat. Wauw. Nou, moet je horen. Belangrijke les. Toen ik autorijles had, zei mijn instructeur altijd, want ik moest in Utrecht altijd door een heel smal straatje rijden, want de volgende persoon die we moesten ophalen, die woonde in een onmogelijk smal straatje. Moest ik door een heel smal straatje. En ik had een verschrikkelijke grote auto in vergelijking met dat straatje. Niet ik, maar mijn rijinstructeur. En dan moest ik door het straatje, maar toen werd het nog veel erger. Halverwege dat straatje stonden twee paaltjes. En die paaltjes stonden zo dicht op elkaar. En dan moest ik met zo'n auto doorheen. En ik was altijd verschrikkelijk geïntimideerd door die akelige paaltjes. Hè? Dus ik richtte mij volledig op die paaltjes, want die wilde ik niet raken. En mijn rijinstructeur zei altijd, Richard, kijk niet naar de paaltjes, maar kijk naar de ruimte tussen de paaltjes. En soms wil jij dingen ontwijken. Soms ben je geïntimideerd door omstandigheden. En dan probeer je je te richten op dat wat je niet wil raken. En dan raak je het juist. En dus is het goed om te beseffen dat we ons mogen richten op de doorgang uit de omstandigheden. En die doorgang heeft een naam. En die naam is Jezus Christus. Als je geïntimideerd wordt door welke
paaltjes of belemmeringen ook, dan is je doorgang Jezus Christus en dan is Jezus Christus degene op wie je volledig focust. Is dat een afspraak? Voor de rest van ons leven? Voor de rest van je leven? Heel goed. Brave kerk. Jezus zegt in Lucas 9 vers 62, en dat vind ik een lollige tekst. Ik heb hem even genomen uit de vertaling van de Naarderse Bijbel. Daar staat dit. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is inzetbaar voor het koningschap van God. Is het niet een briljante vertaling? Niemand die de hand aan de ploeg slaat. Iedereen hier die doet wel iets voor Jezus, toch? Dus jullie hebben allemaal de hand aan de ploeg. Maar niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is inzetbaar voor het koningschap van God. Want je kijkt namelijk niet naar de koning, maar je kijkt achterom. Het is de bedoeling dat je kijkt naar de koning. Het is de bedoeling dat je oog gericht is op de koning die je dient en op die manier ben je inzetbaar voor zijn koningschap. Nou, je kunt door allerlei omstandigheden achterom kijken, ik weet het. Het is zo makkelijk om achterom te kijken. Soms kijk je achterom in spijt, soms in verdriet, soms in bitterheid, soms in nostalgie. Of soms kijk je achterom omdat vroeger altijd alles echt wel beter was. Hè? Dat is toch zo? Vroeger was toch alles beter? Bijna. Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen, als je op die manier achterom kijkt, dat je, als je denkt dat vroeger alles beter was, dan zul je nooit het nog betere van vandaag en morgen gaan beleven. Omdat je blijft hangen in het betere van gisteren. In het goede van gisteren. Dus focus op vandaag, focus op Jezus. En volg de route naar de vervulling van je geloofsuitdaging die voor je ligt. Weet je het nog? Hebreeën 11 vers 1. Geloof vier de werkelijkheid van wat wordt gehoopt. Dus dat is de hoop die voor je ligt. En het bewijs van de gebeurtenissen die nog niet waarneembaar zijn. Mozes zag op de onzienlijke, hij bleef standvastig en daarom zette hij door als ziende de onzienlijke. Het vijfde punt in deze serie, het tweede punt voor vandaag, ingewikkeld hè, is geloof is danken voordat ik het ontvang. Geloof is danken voordat ik het ontvang. De volgende geloofsheld is Jozua en Jozua die was net met het volk Israël vanuit de woestijn het beloofde land binnengegaan. En de eerste stad die ze moesten veroveren, dat was direct de grootste uitdaging die je in die tijd kon bedenken. Het was een sterke, ommuurde stad. Het was de meest onneembare stad van die tijd. Jericho. En God zei, ik wil het volgende doen. Dit is mijn voorstel. Dus even voor alle duidelijkheid. Ze wisten allemaal wat het was om oorlog te voeren, want dat hadden ze in die tijd hadden ze echt moeten leren. Ze hebben heel wat strijd moeten strijden. En dan gaan ze dus dat beloofde land binnen en dan komen ze dus bij die eerste onneembare vesting. En dan zegt God, dit is de methode die we gaan hanteren. Dit is de geloofsweg die ik voorstel. Jullie gaan om die muren heen lopen, eerst stil. En dan de zevende dag, dan gaan jullie juichen met alles wat in je is. En dan ga je mij danken dat die stad in jullie handen is gevallen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als je op dit moment zo'n voorstel zou doen bij de minister van Defensie en Aanval, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk zeggen, dit is het meest belachelijke voorstel wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Maar dat was wel de methode die God koos. God zei, ik wil dat je in geloof gaat omcirkelen wat ik je in handen ga geven. En ik wil dat je het omcirkelt in geloof. Dit is de plek die u mij geeft. Weet je nog mijn preek ooit over Honi de omcirkelaar? Dit is de plek die u me gegeven heeft. Wel nu, de muren vielen. Ze hadden God aanbeden, geloofd en gedankt voordat de muren vielen. En op dat moment vielen ze. En ik geloof dat er op dit moment muren zijn om jouw leven. Of muren zijn die omlaag moeten in jouw leef-, woon- en werksituatie. Misschien zelfs wel muren in je bediening. En ik geloof dat de enige manier
om die muren omlaag te zien gaan, is niet om ze zelf steen voor steen af te breken, maar om God de kans te geven om die plek in bezit te nemen, omdat jij hem hebt omcirkeld in geloof en in dankbaarheid en in dank. Geloof je dat? De Bijbel zegt dit, en Jezus staat aan het woord. Daarom zeg ik jullie, alles wat jullie aanbiddend bidden, dat is wat er letterlijk staat in de grondtekst, hè? Dus in de meeste vertalingen staat alles wat jullie bidden, maar er staat alles wat jullie biddend of aanbiddend bidden en van daaruit begeren, geloof dat je het al hebt ontvangen. Dat is verleden tijd in de grondtekst. En het zal je deel zijn, en dat is tegenwoordige tijd in de grondtekst. Dus alles wat jullie aanbiddend of dankzeggend bidden, en van daaruit verlangen te ontvangen, begeren, dat zal je deel zijn. Heel veel mensen beginnen bij begeren en die gebruiken God als een soort gebedsautomaat. Oh, mijn begeerte is dit, Heer. Kunnen we even zorgen dat u uw macht inzet om mijn verlangens, hoe vleeselijk ze soms ook zijn, te vervullen? Nou, zo werkt het helaas niet. God zegt, mag ik jouw begeerte tot stand laten komen terwijl je aanbiddend bidt? En dan ga je heel anders verlangen, gek genoeg. En ik spreek uit ervaring. God zegt, geloof is om je te richten op wat je nog niet ziet in geloof. En hij is op dit moment al iets aan het doen. Ik weet zeker dat er hier mensen zijn die al heel lang voor dingen bidden. En God is al lang bezig. God is al lang aan het bidden. Aan het werken, terwijl jij bidt. Sarah was ook een van die geloofshelden. En die had de belofte dat ze een kindje zou krijgen. Amen? Geloven we dat? Dat ze de belofte had? Nou, zij geloofde het aanvankelijk maar moeilijk hoor. Ze vond het tamelijk moeilijk om zich eraan vast te hechten. En dat hebben wij soms ook. Soms geeft God een belofte en dan vinden we het niet makkelijk om die belofte ook werkelijk zo serieus te nemen dat we ons leven daarna gaan inrichten. Maar ze heeft het uiteindelijk wel gedaan. En wat was het resultaat? Ze baarde het kind van Gods belofte. En twijfel, dat brengt God niet van zijn stuk. God valt niet van zijn troon op het moment dat wij twijfelen. Twijfel je wel eens? Heb je ooit God van zijn troon zien vallen op het moment dat jij twijfelde? Nee, hij is in de troon, ondanks het feit dat wij soms wel eens twijfelen. En ik vertelde jullie pas geleden dat verhaal over Sam Daram. Weet u dat nog? Sam Daram, die tweede man van Jeugd met een Opdracht in India, die hier in onze eerste gemeente geweldig profetisch begeleidend werk heeft verricht aan Jannie en mij. Ik kwam hem weer tegen en toen waren we net, het waren we al een paar jaar geleden gestart hier in Amersfoort. En toen hadden we net dat eerste gebouw aan de Dollardstraat gekocht. En ik vertelde hem over dat nieuwe gebouw en ik leidde hem rond. Hij zei, oh, ik wil graag komen kijken. En ik leidde hem rond in dat gebouw en wauw. En Sam, kun je nooit normaal mee door een gebouw lopen. Hij loopt hier te bidden en te profiteren. En dan op een gegeven ogenblik zei hij van, ik ervaar iets. Ik denk, hotdog, daar gaat hij weer. Hij zei, ik ervaar iets en mijn hart huilt ervan. Ik ervaar dat er in deze gemeente heel veel onvrijwillige kinderloosheid is. En op dat moment wist ik niet hoezeer dat waar was. Maar ik geloofde hem onmiddellijk, want ik herkende hem als een echte, betrouwbare profeet die alleen maar sprak als God sprak. Wat we hebben gedaan op dat moment is het volgende. We hebben daar in dat gebouw hebben we gebeden en gedankt. We hebben aanbiddend gebeden en begeerd van daaruit. En we hebben samen in dankbaarheid dat nieuwe leven tevoorschijn geroepen in al die stellen die onvrijwillig kinderloos waren. We hebben het leven tevoorschijn geroepen. En we hebben geprofiteerd dat die kinderen er zouden komen. Nou, de zondag daarna, en ik moet je heel eerlijk zeggen, dat was niet makkelijk.
Want hoe doe je dat? Ik heb altijd gezegd van, ga alsjeblieft niet als je profetisch spreekt, allerlei dingen roepen als van over 9 maanden zult gij baren en dat soort dingen. Want kom op, zeg, dan moet je wel heel duidelijk weten dat de Heilige Geest dat exact zegt. Hè? En ik heb dus gewoon eerlijk gezegd, dit is wat er gebeurd is. Sam was alweer terug naar India. Dit is wat er afgelopen week gebeurd is. En ik vertrouw Sam. Want hij is een betrouwbare profeet. Zouden op dit moment alle echtparen die onvrijwillig kinderloos zijn, zouden die naar voren willen komen en met zich laten bidden? En ik schrok. 12 echtparen kwamen naar voren en later heb ik dus gehoord wat de medische onmogelijkheden allemaal waren. Mensen die echt onvruchtbaar waren. Onvoorstelbaar leed. Mensen die al hadden gerommeld met allerlei medische procedures en hadden gehoopt dat het zou gaan werken langs medische weg. Maar het gebeurde maar niet. Ik heb ze stuk voor stuk allemaal de hand opgelegd. En ik heb dankend het leven vrijgesproken. Vanaf dat moment, denk ongeveer 2 maanden later, kwamen de eerste mensen bijna rennend de zaal in. Richard! We zijn zwanger! Dankjewel! Ik heb alleen gebeden. Dank God. Dank God. Na een paar maanden waren 10 van de 12 stellen waren door Gods geest aangeraakt en waren zwanger geworden. Fantastisch. En hoe zit het nou? Deze mensen, die waren dus in geloof mee gaan danken voor de woorden van God. En hoe dat dan zit met die 2 stellen waar geen kindje kwam, dat weet ik ook niet. Moet ik heel eerlijk zijn? Het leven is vol vraagtekens. Ik wou dat ik antwoord had op alle vragen. Ik wou dat ik antwoord had op de vraag waarom geneest soms iemand wel en waarom geneest iemand soms niet. Als ik daar het antwoord op had, ja, ik heb er wat theologische antwoorden op. Want ik bedoel, ik heb de Bijbel wel bestudeerd en ik heb allerlei theologen geraadpleegd over dat soort dingen. Maar de werkelijkheid is dat jullie zitten niet op theologische antwoorden te wachten. Jullie zitten te wachten op het feit dat je je kunt vastgrijpen aan God onder de omstandigheden waarin je huilend zegt van Heer, ik heb nog een gebed en dat wacht nog op verhoring. Wonderen, het is normaal bij God. Het laatste punt, tot slot, geloof is vertrouwen als ik het niet begrijp. En dat is een hele diepe, een belangrijke. Er staat in de Hebreeënbrief, vers 39 tot en met 40 in het 11e hoofdstuk, al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte die aan hen gegeven was, niet in vervulling zien gaan, omdat God iets beters had voorzien. God is dus geen gebedsautomaat. Ik stop er een gebed in en er komt een verhorentje uit. Zo werkt het niet. God verhoort alle gebeden. God verhoort of God hoort en verhoort alle gebeden. Alleen niet op de manier waarop wij soms vanuit onze behoeften en begeerten hebben gebeden. Ik bedoel, ik kan bidden voor een Maserati. Of een Porsche. Dan zegt God, daar pas je toch niet in. Dat verhoor ik niet. Bid voor iets dat past, jongen. Oké. Er zijn soms van die evangelische stromingen die eigenlijk roepen, ik heb recht op rijkdom
en overvloed. Ik heb recht op de verhoring van mijn gebeden. Ik heb, als christen heb ik geen problemen. En de werkelijkheid is, dat is echt onzin. In de Bijbel zien we dat al die mannen, sorry, het waren in die tijd vooral mannen, vrouwen zouden het vandaag ook kunnen schrijven. Maar al die mannen die dus hebben geschreven en op wiens woorden al die geloofssystemen zijn gebaseerd, die hebben zelf een leven geleefd waarin ze slaag hebben gekregen, steden zijn uitgegooid, tempels zijn uitgegooid, goede genade. Wat hadden zij die genade van God nodig? En lieve schatten, als ze je wijs maken dat het misschien wel te wijten is aan jouw ongeloof dat bepaalde dingen nog niet verhoord zijn, zeg dan dit. Heb jij geen enkel onverhoord gebed meer in jouw leven? Ga daar eerst maar mee aan de slag voordat je een oordeel hebt over mijn onverhoorde gebeden. Want de werkelijkheid is, lieve schatten, dat soms bidden wij dingen. En God is al lang aan het werk. Maar God is veel meer geïnteresseerd in jouw karakter dan in je comfort. En God is veel meer geïnteresseerd in jouw heiligheid dan in je happiness. God, by the way, als er iets is waar je happy van wordt, dan is het wel heiligheid. Maar dat is wat anders. God is een goede vader. En hij geeft niet wat, waar wij vanuit onze begeerte om bedelen. Overigens, bedelen is het frequentatief van het woord bidden. Dus soms zegt God, zalig ben je als je bedelt. Maar dan vooral bedelt om geest. Als je bedelt om meer van mijn geest, hey. Als jij bidt, hij hoort en hij beantwoordt elk gebed dat je bidt en hij beantwoordt elk gebed, maar niet altijd op de manier die jij wil. Soms zegt God ja, dat willen we het liefst. Soms zegt God nee, en dan gaan we dreinen. En soms zegt God nog niet. Soms zegt God nog niet. Wat leren we dan? Geduld. En soms zegt God, ik heb iets beters voor je. Jij bidt volgens jouw standaarden, maar ik heb iets veel beters voor je. Hou nou eens op met dat geneuzel in de marge in je gebeden. Ik heb iets veel beters voor je. Jij bidt hiervoor en ik heb dat voor je. Dus God heeft soms iets beters. Ik weet niet hoe het zit met jouw dromen en gebeden, maar ik heb dromen die al verhoord zijn en vervuld zijn. En ik heb dromen die nog niet verhoord zijn en nog niet vervuld zijn. En ik wil dus leren om naar God te kijken als de God die het recht heeft om als een goede vader te besluiten dat hij ja zegt of nee zegt of nog niet zegt of ik heb iets beters voor je zegt. En misschien zijn er op dit moment in jouw leven nog dromen en gebeden die nog niet beantwoord lijken of vervuld zijn. Alle vier de antwoorden op jouw gebeden zijn Gods antwoorden. Dus geloof is God vertrouwen, ook als jij het niet begrijpt. In de eregalerij van onze geloofshelden, daar staat dat we mogen aanhaken bij de helden die nog niet alle beloften in vervulling hebben zien gaan. Zij hebben het ook niet gezien. En toch worden ze genoemd als geloofshelden. Waarom? Omdat ze vast hebben gehouden en ze wisten dat het perspectief van Gods verhoring groter was dan hun eigen leven. Ik geloof dat het perspectief van de verhoring van mijn gebeden groter is dan wat ik op dit moment kan overzien in het hier en nu. Peter heeft
Ik zie jou zitten, sorry dat ik weer over Peter begin. Peter was mijn beste vriend en hij is helaas, alleen voor hem niet helaas, maar voor mij wel helaas. En voor jou helaas en voor ons allemaal helaas naar de Heer gegaan. In de hemel was het feest. Maar Peter heeft hier dingen geprofeteerd en gebeden die nog niet in vervulling zijn gegaan in zijn leven. Maar ik zeg je, het gaat wel gebeuren. En ik geloof dat het hier gezien gaat worden. Maar zijn profetische spreken en zijn geloof en zijn woorden waren groter dan de spannen van zijn eigen bestaan hier op aarde. Maar we gaan het zien. We weten nu, zegt de Bijbel, dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ik heb een dochter en die heeft multiple sclerose. Nanja, ze zit hier altijd naast me, maar op het ogenblik heeft ze alle kleintjes thuis. En ze heeft nog niet de valiespas die haar is toegezegd. En ze kan dan met al die kleine kinderen niet met de bus komen af en toe. Maar Nanja heeft multiple sclerose. En ze zeggen van, wat afschuwelijk. Ja, is heel afschuwelijk. En God heeft, gek genoeg, die omstandigheid doen medewerken ten goede op twee vlakken. Ze heeft daardoor een diepe bewustwording gekregen dat ze gezonder moest gaan leven. En is ze, en dat getuigenis laat ik haar nog wel eens een keertje geven hier in de gemeente, heeft ze gebroken met de leefstijl die ze had, die echt slecht voor haar was. En heeft ze, terwijl ze eigenlijk in een flatje woonde, in een portiek waar alleen maar verslaafden woonden, heeft ze een nieuw huis gekregen in Soest. Een aangepaste, rolstoelvriendelijke woning. Waar ze een heel nieuw leven kon starten. En waar ze glorieus van Gods voorzieningen kan genieten. Geloof ik dat God geneest? Ja. En geloof ik dat op dit moment God doet wat niemand had kunnen bedenken? Ja. Maar als ik deze tekst zou betrekken op het feit dat God alle dingen doet medewerken ten goede, dan had ik die tekst nog steeds niet begrepen, want daar gaat die tekst helemaal niet over. Die tekst gaat niet over het feit dat we soms in omstandigheden bijzondere cadeautjes krijgen van God, juist vanwege die omstandigheden. Nee, deze tekst gaat over iets heel anders, iets veel groters, iets veel verder overstijgends. Dit is wat de Bijbel zegt op dit punt in Romeinen 8, vers 28 en 29. Want je mag vers 28 nooit citeren zonder vers 29 erbij te citeren. Heel veel tegeltjes vind je dan, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En dan zetten we punt. God doet alle dingen medewerken ten goede. Maar de werkelijkheid is dat God dat laat optekenen in relatie met de volgende tekst. Daar staat want is het verbindende woord tussen de eerste zin en de tweede zin. Dus wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Zal ik je zeggen waarom God alle omstandigheden doet medewerken ten goede? Omdat hij die omstandigheden gebruikt om jou te helpen groeien naar het beeld van Jezus Christus. Als er omstandigheden zijn die beroerd zijn en waarvan je denkt van, auw, dat doet zeer, ik heb er moeite mee. Heer, haal me weg uit die omstandigheden. En dan zegt God, oké, ik wil je best weghalen uit die omstandigheden, maar ik wil eerst dat je dit begrijpt, dat alle omstandigheden, maar dan ook werkelijk alle omstandigheden, de bergtopmomenten, de dalmomenten en alles ertussenin, dat werkt mee aan de vorming van het karakter van Jezus Christus in jou. Alles. Alles. En dus kan ik danken onder, niet voor, maar onder alle omstandigheden. Paulus zegt, dankt onder alle omstandigheden. Ik heb nog nooit gedankt voor beroerde omstandigheden. Ik heb wel altijd gedankt onder beroerde omstandigheden. Zal ik je wat vertellen? Als jij leert danken onder moeilijke omstandigheden, dan ga je steeds meer lijken op Jezus. Want Jezus ging met een dankbaar hart
de moeilijkste omstandigheden in die je kunt bedenken. Hij begon met de maaltijd die hij met zijn volgelingen vierde. En daarin heeft hij de beker der dankzegging uitgedeeld. Hij begon met dankzegging. Hij begon met dankzegging aan de moeilijkste, meest afschuwelijke route die een mens op aarde kan volbrengen. En hij ging dwars door alle folteringen heen, door de beledigingen heen, door de pijn heen, door het kruis heen. Omdat hij voor zich zag de belofte van God en de beloning die God voor hem had liggen, namelijk jouw redding. Jouw redding. Hij zag jou en mij. Ik ben bereid. Nee. Ik weet niet of ik dat echt durf te zeggen. Maar ik wil het wel. Ik wil willen wat ik nu zeg. Ik ben bereid om door de moeilijkste omstandigheden heen te gaan. Als het gaat om het vervullen van Gods doelen. En om het redden van zielen. En ik denk, terwijl ik dit zeg, denk ik van nee, dat wil ik niet, maar ik wil het wel willen. En dat heb jij precies zo. De Bijbel zegt, het gaat over een hoger doel. Dat jullie geloof door vuur van de moeilijkheden zuiver wordt gemaakt. De Bijbel zegt, door het vuur van de moeilijkheden wordt jullie geloof zuiver gemaakt als goud. God zal dus moeilijkheden gebruiken om je nou naar een hoger geloofsniveau te tillen. God zal mogelijkheden en uitdagingen gebruiken om je geloof te testen. God zal financiën gebruiken om je geloof te toetsen. En God zal wachttijden gebruiken om je geloof te helpen groeien. En je te helpen vertrouwen. Toen ik nog wel eens in een sportschool kwam. Moest ik van een onzalig type dat zich sportinstructeur noemde. Moest ik werken met gewichten? Ik zei, nee, laat mij maar op de loopband. Nee, jij moet ook met gewichten. En nou, het punt was dat als je met gewichten werkt, in het begin word je daar niet blij van. Je krijgt spierpijn en elke keer moest ik weer een zwaarder dingetje optillen. En dan denk ik, waarom? Dat vorige ging zo goed. Als jij denkt op dit moment, oh, het gewicht wat ik nu moet tillen, dat gaat goed. Dan zegt God, yes, ik ben jouw persoonlijke sportinstructeur. Ik ben jouw geloofsinstructeur. En ik ga je helpen om een zwaardere en een zwaardere en een zwaardere te kunnen tillen. Totdat je op een gegeven ogenblik geestelijke spierkracht, geloofskracht ontwikkelt. Wil je dat? Nou, weet wat je wil. Ik hou er hiermee op. Maar als jij op dit moment zegt, hey, die omstandigheden, daar zit ik al middenin. Gefeliciteerd. Hou vol, geef niet op en bestudeer deze punten regelmatig. Want in het nieuwe jaar ga ik nog een kleine toegift doen met een paar hoe en wat antwoorden. Want terwijl je dit allemaal hoort, denk je van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Nou, in het nieuwe jaar ben ik voornemens die toegift van het hoe en het wat nog wat nader uit te werken een keer. Op dit moment zou ik je willen vragen om te gaan staan. En met mij het volgende gebed te bidden, diep van binnen. Lieve Vader, help me om als Noach en als Abraham te gehoorzamen. Ook als ik het niet begrijp. Help me om als Mozes te vertrouwen op u en op uw plan. En door te zetten, ook als ik er niet naar voel. Help me, Heer, om net als Abel te geven en te offeren, ook als ik het niet heb. En help me om als Jozua u te bedanken voordat ik het ontvang. Leer me om u te vertrouwen. Leer me om iedere keer weer opnieuw, als ik het even niet weet, binnen te geloven in de hartkamers van uw tegenwoordigheid. En me daar te laten rondleiden door uw Heilige Geest. Zodat ik uw plannen voor ogen heb en niet de mijne. In Jezus' naam. Amen.